Een andere frustratie is bijvoorbeeld ook de complotdenkers nu, of mensen die melden dat artsen en verpleegkundigen en zorgmedewerkers extra geld krijgen voor COVID. Nou, dat doet me eigenlijk wel, ik vind het eigenlijk een belediging, want het is ons werk. We hebben hiervoor gekozen. Het is deel van ons werk. We zullen altijd zorg blijven leveren. Dus het is echt een belediging als mensen denken dat wij dit doen voor het geld. Maar dat doen wij gewoon uit onze plicht en de keuze wat we hebben gemaakt. Ik ben een beetje klaar mee. Voor mensen die geen begrip voor hebben. Ik heb het heel vaak proberen uit te leggen. En ik kom ook op een punt dat je soms dat ook moet laten voor wat het is. Maar ik hoop dat het als eraan toekomt. En dat zij ook hulp nodig hebben, dat zij dat ook merken en dat toelaten. En daarna wel begrip tonen voor wat ze doen. Waar ik het meest zorgen om maak is ook de jonge artsen omheen, de artsen in opleiding. Die staan als eerste aan bed, die draaien veel diensten. Zij werken heel onregelmatig, avond, nachten. En nu wordt ook de rest van hun opleiding wordt ook eigenlijk opgeofferd. Hè? Dus zij doen heel veel COVID, COVID, COVID. En zij laten ook een deel van hun dagelijks leven los daarvoor. En zij staan als eerste bij de patiënt die zo ziek is. Dus op een gegeven moment is bij hun ook de moeheid. Op een gegeven moment bereik je daar ook een limiet en een max. Gelukkig zijn ze jong, dus veel veerkracht en ook veel teamwork. Maar de moeheid kan soms er ook doorheen slaan waarbij je wat extra hulp nodig hebt of met iemand praten. Het zit niet zo in de aard van de arts om helemaal te praten. En ik hoop wel dat wij richting een generatie gaan die dat steeds meer kan doen.